Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? In de gemeenteraad zitten 21 inwoners van West-Tellingwerf, van verschillende partijen. Zij bepalen wat er in de gemeente gebeurt. De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor voorzieningen voor jongeren. Maar de gemeente ondersteunt ook dorpshuizen en verenigingen van dorpsbelang voor de leefbaarheid in onze dorpen. En waar moeten nieuwe woningen gebouwd worden in de gemeente? De gemeenteraad vertegenwoordigt jouw stem bij deze belangrijke onderwerpen. Door te stemmen heb je dus echt invloed op de toekomst van West-Tellingwerf. Kom jij ook stemmen, 16 maart?